De kleine, charmante eetgelegenheid van Martin Jeta, de broer van koningin Maxima, werd op 15 augustus om half elf ochtends opgeschrikt. Tinto Bistro, het restaurant gelegen in het schilderachtige Villa La Angostura, werd het toneel van een dramatisch incident dat de gemeenschap is rep en roer heeft gebracht. Er gaan verschillende video's rond van het incident op sociale media. Daarin zie je de brandweer in actie en hoe de vlammen om het restaurant krullen. Tot op heden is de oorzaak van de explosie een mysterie, evenals de exacte schade van Tinto Bistro. Het lijkt erop dat de brandweer redelijk snel ter plaatse was. Het gebrek aan concrete informatie rondom de explosie voedt de speculaties van zowel de lokale bewoners als van de internationale gemeenschap. Tinto Bistro, beroemd om zijn gezellige sfeer en intieme setting, heeft altijd een speciale plaats ingenomen in het hart van Martin en zijn zus Maxima. De banden tussen de twee zijn sterk, slechts anderhalf jaar schelen ze in leeftijd en maxima is regelmatig te gast in het restaurant. De zaak wordt ook regelmatig bezocht door Nederlandse vakantiegangers die nieuwsgierig zijn naar de broer van de koningin. Zij spreken vol lof over het eten, de wijn en de service. Wat natuurlijk voor ons Nederlanders leuk is dat het restaurant van de broer van maxima is. Wij hebben er heerlijk gegeten en het personeel neemt alle tijd voor je. De eigenaar kwam speciaal een praatje met ons maken toen hij hoorde dat wij uit Nederland kwamen, schrijft een gast op TripAdvisor.